Annie's groene vingers. Zo lekker natuurlijk. Wat heerlijk zeg. Wat een heerlijke geur. En dan heb ik het natuurlijk over de geur van lavendel. Ik heb heel veel plantjes staan. Niet alleen in de tuin, maar ook binnen. Wat een prachtige plant is dat. En de vlinders en de insecten, die zijn er ook dol op. Die lavendel die heeft echt een hele lange geschiedenis. Dat gaat zeker wel 6000 jaar terug. In het oude Egypte werden de mummies gedrenkt in een soort teerachtige substantie. En daar zat weer lavendelolie in. En die gebalsemde lichamen die werden in de zon gelegd om op te drogen en stijf te worden. Farao Toetanchamon had lavendel in zijn graftombe naast zich liggen. Oh, wacht even. Komt een appje binnen. Oh, dat is mijn moeder. Die heeft vorige week geluisterd naar de uitzending over de paardenbloem. Zegt dat recept over die paardenbloemenwijn, schrijft ze. Dat is zo ingewikkeld. Had je niet gewoon beter een fles kunnen kopen? De Grieken en Romeinen gebruikten lavendel om er zalfjes van te maken. En ze gebruikten het als badkruid. Maar ja, dat doe ik zelf ook nog steeds. Heerlijk. Die lavendelolie die kan je trouwens ook zelf maken. Je neemt een grote glazen pot en die vul je met lavendelbloemen, geen takjes. Daar giet je zonnebloemolie over tot de bloemen helemaal bedekt zijn. Dan draai je de deksel er stevig op en dan keer je de pot om zodat hij op de deksel staat. En dan zet je die pot 2 weken op een warme, ietsje zonnige plek. Af en toe draai je even de deksel open zodat de opgebouwde luchtdruk kan ontsnappen. De olie is klaar wanneer die duidelijk naar lavendel ruikt. Ruik je de geur van Frankrijk al? Niks meer aan doen. Hoe meer bloemen, hoe lekkerder. Na 2 weken giet je de inhoud van de pot door een theedoek in een andere pot of in een mooi flesje. Zo heb je je eigen badolie. Dit is de elektronische secretaresse van Annie's Groene Vingers. Laat een boodschap achter na de piep. Annie, ik heb geen bad. Nee, maar wel een trapgat. En dat trapgat, dat stinkt naar lavendel. Dat komt door mijn buurvrouw. Mijn buurvrouw die spuit zich in met weet ik veel wat. En als zij langs is geweest, dan stinkt het hele trapgat naar lavendel. Het is gewoon een wandelend toiletblok, dat mens. Wat doe ik ermee? In de pot hangen? Weet jij het? Wat een type is dit. Tijd voor muziek. De lavendel heeft heel veel muzikanten geïnspireerd. Er zijn oude volksliedjes over gemaakt. Ik kwam nog een nummer tegen uit 1947. Lavender blue, dilly dilly, lavender green. If I were king, dilly dilly, I'd need a queen. In 1985 maakte de Engelse groep Marillion er nog een prachtig nummer over, Lavender Blue. Een penny voor je gedachten, zing Marillion. Nou, die gaan op dit moment over het snoeien van lavendel. Dat doe je namelijk 2 keer per jaar. De eerste keer in maart of april, zodra de planten beginnen te groeien, dan snoei je ze zo diep mogelijk terug, maar je moet er wel het blad aan laten zitten, want anders groeit hij niet meer. En na de bloei, dat kan zijn in juli, augustus of september, dan snoei je hem nog een keertje terug. En zo krijg je een lekkere, compacte bos lavendel. Als je slaapproblemen hebt, druppel dan eens wat lavendel op je kussen. Dat zorgt ervoor dat je sneller kan ontspannen. En als je dat regelmatig doet, dan gaan je hersenen die geur herkennen. Dat wordt weer gekoppeld aan het slapen, waardoor het steeds makkelijker wordt om in slaap te vallen. Hey Annie, niet gaan slapen nu. Wakker worden. Ik heb zin in iets lekkers. Oh, nou, sorry hoor. Een recept. Even denken. Cake met lavendel. Want je kan lavendel namelijk ook eten. De smaak is fris, een beetje licht zoetig, maar het is ook een beetje bitter. Dus pas op dat je er niet te veel van gebruikt, want het kan zeer overheersend zijn.
Oké, dit heb je nodig. 300 gram havermeel, 200 milliliter plantaardige melk, 2 eieren, 100 milliliter ahornsiroop, 50 gram kokosolie en nog iets extra's om in te vetten, 2 theelepels bakpoeder, 2 eetlepels zonnebloempitten, 1 theelepel lavendel en een beetje extra voor de garnering en een paar snufjes zout. Je hebt nodig een oven, een beslagkom en een cakevorm. Je verwarmt de oven tot 200 graden, je smelt de kokosolie. Daarna doe je alle ingrediënten in de beslagkom en mix het goed door elkaar met een mixer. Je vet de cakevorm in met de kokosolie en je giet de beslag in de vorm. Je bakt de cake in 30 minuten goudbruin gaar. Ik laat hem even afkoelen en smullen maar.